Op basis waarvan hebben jullie deze overwinning binnengesleept? Ik denk vandaag op basis van niks. Ik zeg net, ik heb gelijk meer gevolgd dan dat ik gevoetbald heb. Maar ja, dan is het wel heel lekker dat ik gewoon even binnen 90ste minuut valt. Van tevoren zei de trainer van IJsselmeervogels, we gaan die Suzanne, die is de vormgever, die gaan we irriteren. Want daar kan je niet tegen. Heb je iets van gemerkt? Nou ja, ik wil hem vanaf hier de groeten doen. En veel plezier, busje naar huis. Maar wij hebben lekker 3 punten hier. Dus hij heeft zijn best gedaan, maar het is hem weer niet gelukt. Wat betekent dit dat je dit soort wedstrijden ook wint? Ja, ik denk dat je dan gewoon de goede weg bent. Ik bedoel, als je zulke slechte wedstrijden, als je dan 3 punten pakt. En wat ik zeg, op basis van niks. We hebben misschien een halve kans gecreëerd en we winnen gewoon hier met 1-0. Ja, dan dat zijn bonuspunten. Dankjewel. Ik kijk om me heen of ik Jamie Schaap ook zie, de aanvoerder van IJsselmeervogels. Ja, hij is bij ons. Jamie kon erbij staan. U hadden een speelplan op basis van karakter, van vechtlust, het Katwijk moeilijk maken. En eigenlijk werkte dat heel lang heel goed, hè. Hoe frustrerend is het dan om zo laat in de wedstrijd nog het deksel op de neus te krijgen? Ja, het is, we hebben het als team hartstikke goed gedaan vandaag. En dat je door een foutje, weet je, iedereen kan een foutje maken. En dat het juist op deze manier is. En in zo'n wedstrijd, en dat je het zo lang goed doet en dan tegenkrijgt, dat is gewoon heel erg zuur. Maar ik denk dat we positief verder moeten gaan en dat we uit deze wedstrijd vertrouwen kunnen tanken. Want we hebben vandaag laten zien wat we moeten doen, dat is vechten. Ja. Goed verdedigen, ook weinig kansen weggegeven, ondanks dat Katwijk die mengering in vorm heeft. Eén moment, ja, daar was jij voor hem. Wat ging er mis op het laatst? Ja, volgens mij kwam de bal bij Jeffrey en die denkt ik speel hem terug naar Shevero. Alleen die kwam iets naast hem en je zag het, hij was messcherp en hij liep precies op de goede plek en één kantje, één goal. Eén ding nog, jullie waren met name de eerste helft de sterkere partij denk ik, met veel dreiging. Maar die dreiging leidde tot relatief weinig echte kansen, waar zat hem dat in? Ja, we hadden ook een beetje last van de wind, je hebt natuurlijk veel wind mee en we wouden onze snelle spelers voorin benutten. Alleen je zag dat als je een bal naar voren gaf, dat hij vaak iets te hard was en dat ze het niet meer konden belopen. Ja, dan moet je het op een gegeven moment hebben van vrije trappen en afstandsschoten.